Goedemiddag allemaal. Kunt u mij goed verstaan? Ja. Nou, welkom iedereen hier en thuis ook via de livestream. Namens Spui 25, Atheneum Boekhandel en uitgeverij De Bezige Bij wil ik u allemaal van harte welkom heten bij deze middag rondom het grote nieuwe boek van Paul Verhagen, Onbehagen. Mijn naam is Mariska Korti en ik heb als redacteur met Paul aan dit belangrijke boek mogen werken. Want belangrijk is het. In Onbehagen legt Paul onze samenleving op de pijnbank. Hij schetst feilloos hoe de manier waarop onze maatschappij in elkaar zit inwerkt op hoe wij ons als individuen voelen en hoe wij ons tot elkaar en tot onszelf verhouden. Dat dit boek uit Pauls pen is gevloeid, is misschien niet verrassend. Het is een combinatie van thema's die hij al aanraakte in zijn bestsellers Autoriteit, Identiteit en Intimiteit en in zijn jarenlange collegereeksen. Maar dat laat onverlet dat hij boven zichzelf uitstijgt met de kwaliteit en de urgentie waarmee hij dit nu brengt. Na lezing van zijn manuscript was ik pessimistisch over onze maatschappij en optimistisch over de toekomst tegelijk. Ik voelde me begrepen en gezien en zoveel wijzer dan die paar dagen eerder toen ik nog geen letter had gelezen. Pauls analyse is er een uit duizenden. Het gebeurt me niet vaak dat ik een boek dat ik als redacteur heb begeleid ook nog in boekvorm wil lezen. Maar dit boek is een uitzondering. Het noopt tot herlezing. Maar voordat u tot eerste lezing of laat staan herlezing kunt overgaan, zijn we hier bij elkaar om dit boek en zijn auteur te vieren en te bespreken. Ik zal kort het programma van vanmiddag toelichten. Straks geef ik het woord aan Marjan Donner, die Paul zal toespreken en het boek verder zal introduceren. Vervolgens wordt Paul hier op het podium geïnterviewd door psycholoog en filosoof Arthur Eason. Daarna is er ook nog ruimte voor vragen uit de zaal. Dit inhoudelijke programma duurt tot ongeveer 17:15. En daarna kunt u het boek achter in de winkel aanschaffen of natuurlijk bij uw lokale boekwinkel als u online meekijkt. U kunt dan de auteur feliciteren en misschien wel om een handtekening vragen. En we kunnen met elkaar proosten op dit belangwekkende boek. Dus ik wens u allen graag thuis en hier in de zaal een boeiende en inspirerende middag toe. Ben ik goed te horen? Ja. Oké. Dit is wat ik ben gaan geloven. Dat Paul Verhagen vooruitloopt op de tijd. Alsof hij voorziet wat gaat komen. De trillingen vanuit de toekomst als het ware vervoelt. Alsof hij zijn oor op de bodem te luisteren heeft gelegd. En beschrijft wat hij aanhoort komen denderen. Ga maar na. In 2012 schreef hij het boek Identiteit. Op een moment dat er van onze alomtegenwoordige identiteitspolitiek nog nauwelijks sprake was. We vochten elkaar in ieder geval nog niet de tent uit over de vraag welke identiteiten wel of niet mogen spreken, mogen beslissen of mogen bestaan. In 2015 volgde Autoriteit. Niemand die destijds opriep om je eigen onderzoek te doen of die t-shirts droeg met zelf nadenken, omdat ze de officiële instanties in de vorm van politici en wetenschappers niet meer vertrouwden. En toch beschreef Verhagen destijds feilloos de kern van een autoriteitscrisis die sindsdien alleen maar is gegroeid. Misschien voelt hij geen trillingen. Legt hij zijn oor niet op de bodem te luisteren? Misschien is dat wat overdreven. Maar op zijn minst legt hij een vinger op de zere plek. Op een wond die, zo lijkt het, daarna alleen maar meer gaat etteren. En nu is er dan het boek Onbehagen. Heel erg gefeliciteerd daarmee. Wat de vraag oproept, wat staat ons nog te wachten? In wat voor vorm zal dit onbehagen, deze wond, verder gaan etteren? En denken we over 10 jaar, we hadden destijds nog geen flauw idee wat ons te wachten stond. Het zou allemaal zo'n vaart niet lopen als we beter naar Paul Verhagen zouden luisteren. Dat is nog iets waar ik met absolute zekerheid in geloof. Als er één ding is waar hij steeds weer op hamert, door al zijn werk en boeken heen, is het dat wie wij worden grotendeels afhangt van onze omgeving. Van de tijd, de samenleving, haar heersende normen en waarden. De mens is maakbaar, ja, maar niet zelf de maker. En ik kan echt niet genoeg benadrukken hoe groot en belangrijk dat inzicht is. Zelf loop ik er voortdurend tegenaan. Op lezingen, tijdens bijeenkomsten. Als ik moet spreken, mensen zijn bijna altijd enthousiast.
denken, ja, we moeten meer luieren en meer drinken en dansen. Dat zijn mijn thema's. Iedereen gaat erin mee tot er plotseling een muur opdoemt. En ik kom daar niet doorheen. Dat de omgeving je ziek kan maken, daar gaan de meeste mensen tegenwoordig wel in mee. Dat het niet jouw schuld is als je gestrest bent, depressief, je huur niet kunt betalen. Oké, vooruit. Maar het idee dat jij niet zelf bepaalt wie je bent of wat je wordt, dat zelfs jouw ideeën en gevoelens niet van jou zijn, of zoals Paul Verhagen schrijft, ik citeer, we mogen dan wel denken dat we onafhankelijk denken, toch zijn onze gedachten het product van het verhaal waarin we opgegroeid zijn. En dat is bijna altijd voor bijna iedereen een brug te ver. En ik heb dat heel lang onderschat, hoe diep het idee zit dat de mens een autonoom wezen is. En waarschijnlijk had ik gewoon beter naar Paul Verhagen moeten luisteren. Want in Identiteit beschrijft hij al heel duidelijk hoezeer het neoliberalisme ons zelfbeeld heeft vervormd. Volgens het neoliberalisme is de mens een competitief wezen, uit op eigen gewin. Door hard te werken, levenslang te leren en te blijven groeien, kom je er wel. Succes is een keuze en de sterkste wint. Dit is het beeld waar we ons aan spiegelen. En dit is ook waarvoor we beloond worden of bestraft, afhankelijk van de mate waarin het ons lukt om aan het beeld te voldoen. Of, zoals Paul Verhagen schrijft, dat een bureaucratisch neoliberalisme al heel snel bepaalde persoonlijkheidskenmerken gaat privilegiëren en anderen afstraffen, waardoor het systeem zichzelf in stand houdt. Wie niet voldoet, wie te veel luiert, te veel drinkt of danst, is al snel abnormaal, krijgt een diagnose en eventueel medicijnen om hem weer in het gareel te duwen. Het is een cirkel, een self-fulfilling prophecy. De samenleving wordt ingericht naar een bepaald mensbeeld en produceert vervolgens mensen die aan dat beeld willen voldoen. En zo rollen we van de lopende band af. Steeds meer gelijk, met steeds meer dezelfde dromen. De top behalen, excelleren, succes en geld en ook steeds meer dezelfde angsten. Dat we in dit alles zullen falen. Terwijl ondertussen steeds meer mensen van die band afvallen omdat ze niet langer kunnen of willen voldoen. In Onbehagen schrijft Verhagen, excelleren was de boodschap, burn-out het gevolg. Dit systeem, het neoliberalisme, heeft ons allemaal uitgeput. Niet alleen de mens, laat Verhagen zien, maar ook de samenleving, het onderwijs, de dienstverlening, de democratie. Ze raken allemaal uitgehold ten faveur van multinationals en hun aandeelhouders. Waarom blijven we dan zo vasthouden aan dat neoliberale mensbeeld? Waarom blijven we geloven dat we autonome wezens zijn die onszelf en ons leven vormgeven? Dat is waar Onbehagen over gaat. In essentie, schrijft Paul Verhagen, is de mens een verscheurd wezen. Gestuurd door twee tegenovergestelde krachten. Het verlangen om bij de groep te horen en zijn drang naar tot autonomie, om origineel en uniek te zijn. Tussen die twee schuurt het. Dat heeft het altijd gedaan. Dat is wat ons mens maakt. Het onbehagen hoort erbij. Maar de structuur van een samenleving kan dat onbehagen wel vergroten. En dat is precies wat het neoliberalisme heeft gedaan. Door de sociale banden door te snijden en een strijd van alle tegen alle te ontketenen. Al van jongs af aan worden we in deze ideologie, dit neoliberale vertoog, gesocialiseerd, erin gedrenkt. Verhagen schrijft, en dit is een lang citaat, omdat het zo waar is en ik er dus heel droevig van werd. Ik citeer, vandaag de dag staan opvoeding en onderwijs bijna volledig in het teken van toekomstig succes. Een van de meest typerende woorden voor het huidige vertoog. Vanaf de kleutertijd start er een nooit eindigende evaluatie die me doet denken aan de SWOT-analyses uit het bedrijfsleven. Wat zijn de sterktes, strengths van mijn kind? Waar liggen zijn zwakheden, weaknesses? Welke mogelijkheden, opportunities, moeten we zeker uitbouwen? Welke bedreigingen, threats, vermijden?
Het begint met eenvoudige medische consultaties waar baby's gewogen en gemeten worden om na te gaan of ze zich gezond ontwikkelen. Wie buiten de verwachte groeicurve valt, vraagt om bijzondere aandacht. Heel snel komt er een uitbreiding met psychologische criteria en worden kleuters getest op een reeks affectieve en sociale vaardigheden. De daarvoor gebruikte criteria zijn niet van dezelfde orde als de medische. Gewicht en lengte kan je echt meten en geven een eigen invulling aan normaliteit. In welke mate beantwoordt een kind aan het huidige ideaal? De bedoeling is vroeg detectie van eventuele stoornissen om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen. Het reële gevolg is een definiëring van wat een normaal kind is en hoe het zich hoort te gedragen. Einde citaat. En ik moest denken aan mijn zoontje. Ik moet altijd denken aan mijn zoontje. Die al vanaf zijn geboorte niet aan de curves en statistieken voldoet. Toen hij 1,5 was en op het consultatiebureau de opdracht kreeg om een bal te pakken. Pak die bal, zei de consulente. Keek mijn zoontje haar enkel strak aan. Hij bewoog zich niet. Wij, zijn ouders, waren trots. Onze kleine rebel bepaalde zelf wel wat hij wel of niet wilde pakken. Maar de consulente, ongetwijfeld een expert, verwees ons onmiddellijk door om zijn gehoor te laten testen. Want kennelijk had hij de opdracht niet gehoord. En dan konden we meteen ook door naar de logopediste, want inmiddels had hij echt al zinnen van 3 woorden moeten maken. Inmiddels is hij 7 en kletst hij de oren van je kop. En als je hem iets toesnauwt, doet hij het nog steeds niet. Maar vraag het hem aardig en hij pakt heus wel die bal. Autoriteit erkent hij, brute machtsuitoefening niet. Dit socialiseren, het meten en zogenaamd weten, de protocollen en statistieken gaan een leven lang door. Alles zodat we, ik citeer, uiterst competitief het gevecht kunnen aangaan op het economische slagveld, waar stilstand achteruitgang is, groei een verplichting en succes de enige maatstaf. En zo raken we al maar meer vervreemd van onszelf, van de ander en van de samenleving waar we zo graag bij willen horen, maar die ons steeds meer terugwerpt op onszelf. Want dat is wel de andere kant van de medaille. De mens is een verscheurd wezen, maar zal zijn leven lang blijven streven om die tweedeling op te heffen. Wat we daarom nodig hebben is een samenleving die aan dat streven tegemoet komt. Eén die samenwerking bevordert, die zorgt voor een rechtvaardige herverdeling, die mensen werkelijke autonomie geeft in plaats van ze te onderwerpen aan al die benauwde statistieken. Eén die erkent dat wij sociale wezens zijn, dat de ander van levensbelang is voor ons. Dat zij ons vormgeven, ons maken tot wie we worden. En dat laatste is niet zomaar een idee of een spirituele opvatting in de trant van laten we lief zijn voor elkaar. Het is, laat Paul Verhagen zien, een biologische wetmatigheid. In Onbehagen spreekt hij van een paradigmaverschuiving die hij momenteel ziet. Eeuwenlang heeft de wetenschap zich bediend van hetzelfde uitgangspunt als elke monotheïstische godsdienst. Namelijk dat de mens boven de natuur staat en alles onder hem naar goeddunken kan gebruiken. Maar dit beeld is aan het kantelen. En hier begint het goede nieuws. Want aan het begin van dit praatje vroeg ik me af welke voorspelling we in Onbehagen kunnen of moeten lezen. Welke wond er nog meer zal gaan etteren. En tot nu toe zou je kunnen denken dat de polarisatie dus alleen maar toe zal nemen. De polarisatie tussen mensen als ook die in onszelf. Dat wij al maar meer verscheurd zullen raken tot we uit elkaar vallen. Zo stel ik me voor. Maar dat is buiten de natuurwetenschappen gerekend. En als ik me niet vergis, is dit waar Verhagen's hart sneller gaat kloppen. In Onbehagen beschrijft hij onderzoek dat aantoont dat in levende materie alles met alles samenhangt. Dat elke complexe levensvorm een samenstelling is van meerdere organismen. Verschillende levensvormen lopen door elkaar en zelfs in elkaar over.
Zo, hij noemt het voorbeeld, zo hebben de mitochondriën in ons lichaam een ander DNA dan dat van het lichaam. Het zijn ingebouwde vreemdelingen. Maar haal de vreemdelingen weg en wij zullen sterven. Paul Verhagen schrijft: er is geen autonoom ik dat af en toe een verbinding aangaat met anderen. Er is zelfs geen autonoom lichaam los van de omgeving. Zowel het ik als het lichaam bevat delen van anderen en vormt zelf een onderdeel van nog grotere gehelen. We functioneren in voortdurende dynamische processen waarin aantrekking en afstoting, versmelting en splitsing de toon zetten. Het wordt hoog tijd dat we het individu op deze manier begrijpen. Volledig anders dus dan de huidige invulling die ons de illusie opdringt dat we allemaal unieke wezens zijn. En, citaat, de tegenstelling tussen autonomie en verbondenheid is vals, omdat onszelf altijd al doorspekt was met de ander. Even een slokje water. Zou het kunnen dat dit de toekomst is die ons wacht? Dat de wond niet meer gaat etteren, maar langzaam wordt geheeld? Verhagen schreef al eerder over deze verbondenheid die wetenschappelijk bewezen is in Intieme Vreemden, het essay voor de Maand van de Filosofie van vorig jaar. En al is het misschien een beetje vreemd om op de boekpresentatie van het ene boek te eindigen met een ander boek, ik doe het toch. En ik neem meteen ook de vrijheid om Paul Verhagens toekomst te voorspellen. Alsof ik mijn oor op de bodem heb gelegd en de trillingen voorvoel. In Intieme Vreemden postuleert Verhagen zijn eigen theorie over waarom het leven ontstaan is. En dat is precies waarom ik zo'n fan van hem ben. Omdat hij het aandurft om zo'n grote greep te maken, zo breed te denken. Hij beschrijft hoe Freud twee oerkrachten in de mens aanwezig zag. Het opgaan in een groter, spanningsvol geheel en het uit elkaar vallen in ontladen afzonderlijke delen. Eros en Thanatos, de groep versus het individu, de basis van ons onbehagen. Daarin herkent Verhagen de tweede wet van Newton, ook bekend als entropie, waarin gesteld wordt dat alle niet-levende materie neigt naar ontlading, desintegratie. En voor wie het nog volgt, dat koppelt hij weer aan de natuurkundige Schrödinger van de kat, die stelt dat levende materie zich juist verzet tegen desintegratie. Waarna Verhagen twee hypothesen postuleert die een uitbreiding vormen op de evolutieleer. En dit was bij mij het moment dat ik een hartje in de kantlijn zette. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Ik zet smileys en uitroeptekens en boos commentaar en maak haakjes rondom passages die ik goed vind. Maar iemand die zo'n sprankelende geest laat zien, zoveel durf toont om los te breken uit gevestigde hokjes, weg te wandelen of te dansen van de gebaande paden, zoals Paul Verhagen dat hier doet, die verdient 1000 hartjes. Al moet ik er ook bij zeggen dat zijn theorie bij mij aankwam als een mokerslag. En ik kan oprecht zeggen dat ik de wereld sindsdien niet meer hetzelfde zie. U moet het zelf maar lezen. Ik gun u die ervaring. Hard maar waar. Maar begin dan eerst met onbehagen. Ook hier is de grote greep alomtegenwoordig. En komt de boodschap uit al zijn werk weer terug. Ons bestaan, dat is, ik citeer en hussel hier wat, orde tegenover chaos, verbinding tegenover scheiding, accumulatie tegenover ontlading, leven is versmelting, dood is ontbinding, dood is het afgesneden zijn. Want moest ik aan denken zoals het oude gezegde luidt: als wij niet zijn, ben ik niet. Onbehagen is een fantastisch boek, een die alle lijnen samenbrengt en een even helder als genadeloos beeld van onze huidige samenleving schetst, waarin wij als mens, als de oermens die we in feite nog steeds zijn, geworpen zijn en ons staande moeten zien te houden, tegen de klippen op. Maar zijn volgende boek, en ik waag meer aan een voorspelling, zal verbinding heten. Dat kan niet anders. En daarin, ik ga nog even door, zal hij zich baseren op de natuurwetenschap. Zal hij zijn eigen theorie uitbouwen.
zal hij de energie tonen die eeuwig stroomt door ons heen, tussen ons in en die ons zo allemaal verbindt. Want Paul Verhagen, ik weet het zeker, ziet het allemaal al lang. Hij loopt nu eenmaal op de tijd vooruit. Dank. Zullen we even testen of we goed zijn te verstaan? Ja, even uittesten. Ja. Klopt het? Volgens mij wel, hè? Ja, inderdaad. Ik zie een duim van achterin. Ja, goed. Wat een inleiding, Marjan. Fantastisch. Hoe moeten we daar nou voortborduren? Ik wilde graag even beginnen door te zeggen dat de boeken van Paul altijd een heel grote inspiratiebron voor mij zijn geweest. En dat het daarom ook echt een eer is om met hem in gesprek te gaan vandaag. En dat komt omdat ze die boeken die laten zien dat een psychoanalytische blik, ja, en ik werk zelf als psychoanalytisch therapeut, dat een psychoanalytische blik eigenlijk heel mooi samen kan gaan met een maatschappelijke analyse. En ook dat je op een toegankelijke wijze kunt schrijven over heel complexe ideeën, zonder die ideeën geweld aan te doen. En voor mij als analytisch werkend psycholoog, waren boeken als Over normaliteit en andere afwijkingen echt cruciale gidsen bij het beginnen van mijn eigen werk als therapeut. En ik heb, zoals veel andere mensen hier, denk ik, ook met heel veel bewondering de trilogie Autoriteit, Identiteit en Intimiteit gelezen. En ik wilde dus beginnen door jou te vragen, Paul, hoe dat nieuwe boek eigenlijk tot stand is gekomen en hoe het past in de rest van de ontwikkeling van jouw denken en je werk als analyticus. Ja, op een bepaalde manier was het een samenbrengen van een aantal zaken die er al waren. En tezelfde tijd, en in inleiding is dat mooi aan bod gekomen, een aanzet naar iets nieuws. Mm-hmm. Nu, de heel concrete aanzet was de vraag in de faculteit waar ik jarenlang gewerkt heb, was de vraag om de laatste 5 jaar van mijn hoogleraarschap nog een nieuw vak te doseren. En dat nieuw vak had als titel Cultuur- en maatschappijkritiek. En de bedoeling was dat ik daar al mijn gegevens zou kunnen samenbrengen en presenteren aan de studenten in psychologie. En ik wou dat zeker doen. Ik vond dat eigenlijk een mooi afscheidsgeschenk om de laatste 5 jaar van mijn carrière daarmee af te ronden. Maar tezelfde tijd dacht ik, en wist ik eigenlijk ook wel, dat ik daar een aantal nieuwe dingen ging inbrengen. Want ja, ik bedoel, het is eigenlijk een luxe van betaald te worden om te lezen, te studeren en onderzoek te doen. En dan kan je zelf natuurlijk altijd nieuwe dingen erbij nemen. Dus heb ik 4 jaar, nee, eigenlijk 5 jaar, mijn studenten lastiggevallen met mijn visie op de maatschappij. En ondertussen een aantal nieuwe dingen proberen daar ook in aan bod te laten komen. Dus veel elementen van identiteit, autoriteit en intimiteit zaten al vervat in die colleges. Maar tezelfde tijd ja, ging de geschiedenis zo snel. En een aantal zaken die ik 10, 12 jaar geleden al besproken had, die werden zo duidelijk dat dat eigenlijk een springplank vormde om nog verder te gaan. En ik werk aan de universiteit, dus dat betekent dat ik ook heel veel contact heb met, natuur, met collega's uit de natuurwetenschappen. En ik probeerde die gegevens er ook bij te brengen, omdat ik ervan uitga dat als je de luxe hebt van een vak te doseren zoals cultuur- en maatschappijkritiek aan de universiteit, dat je dat moet doen op grond van een wetenschappelijke onderbouwing. En dat is niet zo eenvoudig, want het risico dat je daar een ideologisch model gaat in plaatsen is natuurlijk levensgroot. Dus ben ik gedurende die 4, 5 jaar heel veel te raden gegaan bij collega's uit de natuurwetenschappen om te kijken of het wel hout snijdt wat ik zei.
En gaandeweg zijn daar die ideeën uit voortgevloeid waar Marian op gehamerd heeft. Dat idee van dynamische systemen, energieuitwisseling, informatieuitwisseling als een nieuw paradigma. En om een of andere reden had ik dat al door, maar het was goed van te horen te krijgen van mensen uit die onderzoeksgebieden. En dat is daar dan bijgekomen. Ja, en je hebt het over die twee krachten. Hè? De kracht die uit is op verbinding en een kracht die uit is op ontbinding. Hè? Freud noemde dat Eros en Thanatos. Ja. En kun je daar meer over vertellen? Zeg maar, hè? Van hoe begrijp je wat Freud zei en is dat veranderd? Het uitgangspunt specifiek wat die vraagstelling betreft, dus de verhouding autonomie en gemeenschap, het vertrekpunt was eigenlijk de vaststelling dat onze maatschappij er ontzettend dubbelzinnig mee omspringt. Wij worden, en dat is al geruime tijd, wij worden voortdurend verteld dat we individu zijn, dat we autonoom zijn, dat we over totale vrijheid beschikken, dat we kunnen keuzes maken. En dat is dus de grootste onzin die ik de voorbije 20 jaar gehoord heb, want onze keuzemogelijkheden worden alleen beperkter. We kunnen kiezen tussen 12 soorten tandpasta en 10 soorten melk, maar dat is het zo ongeveer. We hebben minder keuzevrijheid dan in de jaren 70. Op heel veel vlakken. En die vlakken waar we wel kunnen kiezen, en die zijn belangrijk, hè, de vlak van seksualiteit en dat soort zaken, daar kunnen we kiezen omdat het er niet meer toe doet. Het is onverschillig geworden. Dus dat is ook geen keuze meer. Dus het uitgangspunt was van ja, er wordt wel voortdurend gezwaaid met die vlag van de fameuze autonomie, maar wij zijn helemaal niet autonoom, integendeel. En dat is eigenlijk een fundamenteel probleem als je ziet hoe onze identiteit tot ontwikkeling komt. Ik bedoel, wie wij worden hangt af van datgene wat we te horen krijgen van onze ouders, van onze omgeving. En afhankelijk van de plaats waar je opgroeit, verwerf je een andere identiteit. Hoe autonoom ben je dan? Je werkt zelf als therapeut, wanneer veranderen mensen? Als er crisis is. En liefst een ernstige crisis. Dan kunnen we inderdaad die heel zware stap zetten om te veranderen. Maar autonomie is eigenlijk wel een vraagteken, hoor. En als je dan in een maatschappij leeft die dat bij wijze van spreken oplegt, maar op een heel dubbelzinnige manier, ja, dan moet je daar een aantal vragen over gaan stellen. En dan kom je bij die heel fundamentele... geen verklaringen, maar het zijn axioma's, het zijn aannames. En die vind je al bij Freud, maar overigens niet alleen bij Freud, hoor. Freud is nu de meest bekende van tegenwoordig. Maar die aannames van dat alles gedreven wordt door het willen versmelten, het willen samengaan, of het willen splitsen, het willen apart staan. Dat vind je op moleculair niveau, en dat vind je op psychologisch niveau, en dat vind je op fysiologisch niveau. En dat vind je ook op maatschappelijk niveau. Dus dan wordt dat plots een heel ander verhaal als je daar dan probeert zicht op te krijgen. Ik versta het nog altijd niet door, maar je ziet wel dat het gaat over oerkrachten. En hoe dat die oerkrachten op een of andere manier ook gestuurd kunnen worden vanuit dat maatschappelijke. En Paul, wat is er dan gebeurd in de jaren 70? Moeten we dan niet gewoon terug naar de jaren 70? Nee, willen terugkeren is nooit een goed idee. Daar kan je dan toch wel, denk ik, een typische maatschappelijke golfbeweging in herkennen. Tenminste, ik herken die daarin. Natuurlijk is onze tijd origineel. Je kan nooit een perfecte 1-op-1 overeenkomst maken met andere tijden. Maar tezelfde tijd kun je wel golfbewegingen zien. En die golfbewegingen hebben onder meer te maken met die twee fundamentele krachten. En er zijn periodes en er zijn maatschappijen waar alles toegespitst wordt op die verbinding, waar verbinding bij wijze van spreken opgelegd wordt, waar het verplicht wordt. En dat is niet echt een aangename maatschappij om in te leven, maar je hebt heel weinig vrijheid. Je moet je voegen naar de conventionaliteit van die opgelegde groepen, die heel verschillend kunnen zijn, hoor. Maar goed, formeel zie je daar dan die verplichting om deel uit te maken van een collectiviteit. Dat is de maatschappij die wij hadden tot ongeveer de jaren 60, 70.
En daar zijn we met z'n allen in opstand tegengekomen en hebben we het individu naar voren geschoven. En de bevrijdingsbeweging uit die periode, die hebben echt gedurende toch 10, 15 jaar een stuk reële autonomie mogelijk gemaakt. En dan is die andere golfbeweging er weer gekomen, die ons weer gecollectiviseerd heeft, maar dan niet meer als gelovige, want dat was de vorige maatschappij, de mens was een gelovige, maar dan de collectivisering als consument. We zijn allemaal consumenten. En het gaat over onze koopkracht, we zijn cliënten en we zitten weer in een soort conventionaliteit die bovendien vermomd wordt onder die vlag van de autonomie. We zijn allemaal autonoom. Dus je ziet die golfbewegingen en hoe dat zich installeert. Ja, dat vroeg me af, van, hè, zitten we dan nu in juist een overdreven autonome samenleving, ja, of zitten we in een nieuwe collectiviteit? Nieuwe collectiviteit. Een nieuwe collectiviteit. Ja, ja. Maar vermomd onder dat pseudo-autonome. Maar kijk naar de collectiviteit. Ik bedoel, als je wil weten wat je volgend jaar gaat doen, kijk naar je buurman of je buurvrouw. Dat doet juist hetzelfde. Gaat dezelfde kleren kopen, gaat naar dezelfde televisieprogramma's kijken, naar dezelfde plek op reis gaan. Dat soort zaken is nog nooit zo geuniformiseerd geweest. Maar de wisseling is zeer snel, omdat we voortdurend moeten blijven consumeren. En daardoor lijkt het variabel te zijn. Mm-hmm. Maar we doen met z'n allen hetzelfde. En op de een of andere manier geloven we nog steeds in dat autonome verhaal. Dat is de kracht van een dominant, symbolisch verhaal, wat ik dan vanuit de Franse traditie het discours of het vertoog noem. Dat zit overal in ons spreken. Voor de mensen die het dan meer literair willen bekijken, dat is George Orwell, de newspeak, die ondertussen al overal ingang gevonden heeft en die ons denken bepaalt. En dat denken zegt ons dat wij autonome individuen zijn. We zijn het allemaal. Ja, we zijn op dezelfde manier. We are all individuals, ja. Ja, en dat, maar dat economische verhaal, hè, laat ik even advocaat van de duivel spelen. Ja. Zeg maar. Ja, we zijn in Nederland, we zijn Nederlanders, we houden van, hè, van onze autonomie, we houden van welvaart. Wat is daar mis mee eigenlijk, met dat verhaal? Ja, als ik een maatschappij probeer te begrijpen, je moet daar ook een bepaald methode voor hanteren. Heb ik aan elke maatschappij vier functies toegekend. Het regelen van de uitwisselingen, het regelen van de verhoudingen tussen mensen, het regelen van de autoriteit en de houding tegenover het existentiële, transcendente. Nu, dat eerste van de vier, de regeling van de uitwisselingen, dat is wat we ook benoemen als economie. En je ziet dat elke maatschappij een uitwisselingsmodel heeft waarbij een bepaalde vorm van een economie gebruikt wordt. Als wij het vandaag de dag over de economie hebben, hebben we het over één bepaald economisch model. Een neoliberale model dat eigenlijk voornamelijk gebaseerd is op aandeelhoudersvergaderingen met een winstmaximalisatie die elk kwartaal opnieuw gerealiseerd moet worden. Dat is een vorm van economie die eigenlijk hoop en al in deze versie 30 jaar bestaat. En waar we nu de vreselijke effecten van beginnen te zien. Het is ouder dan 30 jaar natuurlijk, maar in die extreme varianten is dat ongeveer 30 jaar. Dus ik heb niks tegen economie. Mm-hmm. Ik heb iets tegen deze vorm van economie. Mm-hmm. Dus we moeten het economisch model herdenken, dat is vrij duidelijk. Ja, en toch vraag ik me af ook wat de aantrekkingskracht is voor mensen om zichzelf te zien als een economische actor. Wat lost dat voor ze op? Op de keperen beschouwd gaat een economie over uitwisseling. Uitwisselingen van goederen, van diensten, dat is vrij makkelijk om te begrijpen, maar ook van een derde iets, dat is het meest fundamentele, het uitwisselen van erkenning. Het geven van erkenning aan elkaar, aandacht. Op grond van die uitwisselingen. Maar het is meer dan aandacht, hoor. Het gaat over erkenning, wie dat je bent. Dus dat hebben we nodig en dat functioneert daarbinnen. Nu, als je het huidige economisch model bekijkt, dan is dat als aspect erkenning eruit verdwenen.
Dat bestaat nog nauwelijks. Dat krijgt veel te weinig aandacht. Het gaat eigenlijk alleen maar over wat het opbrengt. De efficiënte, de winstmaximalisatie, noem maar op. Dus dan zitten we weer in hetzelfde bedje wat we ziek in zijn. Ja, dus de belofte is erkenning. Hmm. Maar dat is een valse belofte. Die belofte is er zelfs niet meer. Dat is zelfs verdwenen. Ja? De belofte is welzijn, het resultaat zijn schulden. Mm-hmm. Als je, een centraal element in deze vorm van economie is de noodzaak aan groei. En de noodzaak aan groei wordt gekoppeld aan de productie van welzijn. En als je economische modellen gaat bestuderen, dan zie je dat dat juist is tot een bepaald niveau. Er zijn nog heel wat landen wereldwijd in het zuiden wiens economie nog moet groeien om een aanvaardbaar niveau van welzijn te kunnen bereiken. Ja. Als je kijkt naar het Westen, dan hebben wij dat welzijnsniveau al bereikt ergens rond de jaren 90 in de vorige eeuw. En dan zie je dat het welzijn niet meer toegenomen is, maar de productie is wat toegenomen, de economie is gestegen, het bruto buitenlands product en binnenlands product is gestegen, maar het welzijn stijgt niet meer. Integendeel, het daalt. Daar zijn heel duidelijke cijfers over. Dus dat idee moeten we loslaten dat nog meer goederen, nog meer uitwisselingen in dit economisch model, dat ons dat meer welzijn zou opleveren, want het is exact het tegenovergestelde. We zijn veel gelukkiger als we minder hebben. En die noodzaak aan groei, die noodzaak is niet voor welzijn, maar voor het kunnen uitbetalen van dividenden. Die noodzaak aan groei heeft het merendeel van ons met schulden beladen. Je moet die auto afbetalen, je moet dat huis afbetalen, je moet dat afbetalen. Dat zit er allemaal in. Dat is een package deal. Ja, ik wilde ook vragen, dat haakt een beetje in een andere vraag die ik had. En dat is dat je ook vaker dan in dit boek alleen schrijft dat eigenlijk elk vertoog waar we in zitten, elk normerend verhaal, als het ware ook zijn eigen schaduwzijde creëert. Dus elke heersend verhaal creëert ook zijn eigen pathologieën. Ja, klopt. Ja. En ik vroeg me af of je daar iets over kan vertellen en ook of je dat in je eigen praktijk ziet. Vanuit ons vakgebied is dat natuurlijk fascinerend om vast te stellen. Hè. Nu, eerst en vooral, ik denk dat dat wel belangrijk is om mee te geven, geen enkele maatschappij ontsnapt daaraan. Hè. Een maatschappij als een collectiviteit van mensen, waarin mensen opgroeien en een opvoeding krijgen en onderwijs krijgen, elke maatschappij zal bepaalde ideaalbeelden naar voren schuiven. Dit is een ideale man, dit is een ideale vrouw, dit is een ideale man-vrouw verhouding. Andere genders er ook bij, liefst. Dit is een ideale ouder-kind verhouding, noem maar op. Ja. Je kan niet zonder. Als je denkt dat je kinderen kunt opvoeden zonder idealen, dan vergis je je, want dan zullen ze die idealen van televisie en vandaar de dag van internet halen. We hebben dat nu eenmaal nodig om ons daaraan te kunnen spiegelen. Dus de vraag is niet, is er een groot verhaal? De vraag is, welk groot verhaal is er waaraan we ons spiegelen? En vooral, in welke mate wordt er ook een mogelijkheid gecreëerd om er afstand van te nemen? Want je moet eerst doorheen dat proces gaan om op een bepaald ogenblik te kunnen tot het besluit komen van ja, maar misschien wil ik mijn leven toch op een andere manier invullen. Heel eenvoudig voorbeeld. Je bent een jongetje van 12, 13 jaar. Je wordt voorgehouden hoe je je mannelijke identiteit moet ontwikkelen. En je gaat er natuurlijk in mee. Je bent 12, 13 jaar. Vandaag de dag ga je dat van internet of van series of weet ik veel wat. En dan word je 20 of 22. Je loopt dus een aantal keren flink tegen de muur aan. En dan kun je je vragen binnenstellen van, ja, maar wil ik dit wel op deze manier invullen? Of kan ik daar eventueel op een andere manier tegenaan kijken? En dat zijn meestal crisismomenten, maar het zijn ook momenten van verandering en keuze. En de vraag is, in welke mate staat de maatschappij daarvoor open om die alternatieven aan te reiken? Of in welke mate wordt er onmiddellijk gezegd van een stoornis? Dat klopt niet. Het moet zo en zo en zo zijn, want dat is nu eenmaal normaal. En daaraan kun je maatschappij afwegen. En wat ze kan verdragen op dat vlak.
Aan, je kunt een maatschappij afmeten aan wat ze kunnen verdragen aan afwijking, als het ware. Ja. En kun je iets zeggen over de specifieke afwijkingen die horen bij dat economische verhaal? Ja, dat is eigenlijk vrij treurig hoor, om te zien wat wij nu meemaken. En het is vooral verrassend als je het verschil maakt met niet eens zo lang geleden. Hè. Het vorige maatschappelijk model was vrij sterk religieus gedomineerd. Wat eigenlijk betekende dat alles op het vlak van lichamelijkheid en seksualiteit verboden was. Dat de man-vrouw verhoudingen heel star gedefinieerd werden. Andere genders bestonden niet eens of waren tegennatuurlijk. En dus de afwijkingen die we zagen tot pakweg de jaren 70 hadden daarmee te maken. Het is geen toeval dat Freud het accent legt op seksualiteit. Dat had alles te maken met die maatschappij die nog tot bijna een halve eeuw na zijn dood in voege was. Dat is vandaag de dag niet meer het geval. Wij leven nu in een maatschappij waar alles altijd sneller en meer moet. Het sleutelwoord is groei, excelleren. En dat is dus eigenlijk een maatschappij waar ook succesvolle mensen... Want je hebt natuurlijk een aantal mensen die uit de boot vallen en bij hen is het vrij duidelijk. Maar dit is een maatschappij waar ook succesvolle mensen eigenlijk voortdurend moeten bezig zijn met het realiseren van nog meer, nog meer, nog meer. Ja. Als je dat dan biopsychosociaal gaat bekijken, en ik gebruik dat woord niet als... een schaamlapje, voor mij is dat een reëel gegeven. Als je dat biopsychosociaal gaat bekijken, dan is het een maatschappij die haar leden voortdurend in chronische stress brengt. Een chronisch toenemend niveau van stress. Ja. En dat weten we eigenlijk al, dan uit de studie van oorlogsneurose. We weten dat mensen die lange tijd in chronische stresstoestand bevinden, dat die op een bepaald moment doorbranden. En dan zie je effecten op drie vlakken. Biologisch, sociaal en psychologisch. Kijk eens naar burn-out. Is dat een biologisch probleem, een medisch? Is het een sociaal probleem of is het een psychologisch probleem? De dingen die je daar ziet zijn zeer vergelijkbaar met posttraumatische stressstoornissen. En dat kan je eigenlijk gaan veralgemenen. Dus dit zijn de nieuwe fenomenen. We hebben veel minder de klassieke fobieën, de klassieke dwangneurose, die we tot 30 jaar geleden courant zagen. We gebruiken nog wel die benamingen, maar eigenlijk is het niet meer hetzelfde hoor. En het is denk ik veel interessanter om ervan uit te gaan dat de mensen die bij ons op consultatie komen, dat die eigenlijk lijden aan posttraumatische stressstoornissen. En dan wordt het ook veel moeilijker voor de aanpak. Hè? Mm-hmm. Want dan moet je eigenlijk alles gaan erbij nemen. Ja, dus hè, die oplopende stress, die is heel duidelijk. En wat ik ook zie is een soort verschuiving van... misschien heeft dat te maken met een verschuiving van een soort woordcultuur naar een beeldcultuur. Ja. Dus ook veel pathologieën die te maken hebben met hoe zie ik eruit? Hoe presenteer ik mezelf? Het is heel interessant. Het is echt een inzicht geweest wat ik uit jouw boeken heb meegenomen. Is dat idee dat ook pathologieën meebewegen met de samenleving zoals die zich ontwikkelt. Ja. Wat ik je ook wilde vragen is... naast dat we geëconomiseerd zijn, zeg maar, en je stipte het net ook al een beetje aan, zijn we eigenlijk ook gemedicaliseerd en ook op zekere zin gediagnosticeerd. En dat zie ik in de spreekkamer ook veel, dat mensen komen en die weten eigenlijk al wat voor diagnose ze hebben. Ja. Je hoeft alleen nog een stempel te zetten van zo, weet je, inderdaad, u bent... en ik vraag me af, wat is de aantrekkingskracht van zo'n manier van denken? Dus van dat gemedicaliseerde denken? Ik zou het in eerste instantie toch even omkeren. Het is niet zo dat die pathologieën of die stoornissen of die moeilijkheden waarmee mensen tot bij ons komen, dat die gemedicaliseerd zijn. Je moet het eigenlijk anders bekijken. De medische wereld is eigenlijk ook volledig opgegaan in dat vertoog.
Het economische vertoog. Het economische model. Dus de medische wereld functioneert daarbinnen. En is, en nu ga ik het een beetje extreem uitdrukken, staat bijna ten dienste van dat model. Mm-hmm. Dus in die zin, als je bijvoorbeeld weet dat op een bepaald ogenblik een UK psychotherapie van overheidswegen gesubsidieerd werd, op één voorwaarde, dat het mensen terug aan het werk zou krijgen. Dus dat was zo de belangrijke voorwaarde, dat de stoornissen ook altijd berekend worden in termen van de economische kosten die ze, die ze kosten. Goed, maar om nu even terug te keren op dat gemedicaliseerde. Hoe komt het dan dat mensen daarin meestappen? Dat heeft dan weer te maken met het probleem waar ik het eerst op gebotst ben. Dat was dan rond 2010, het probleem van de identiteit. Als je gereduceerd wordt tot cliënt en consument, ja, dat is een beetje moeilijk om daar je identiteit aan vast te haken, hoor. Daar kom je niet ver mee. En je ziet dat al naar gelang dit model doorgang vindt, dat steeds meer mensen moeite hebben om hun identiteit aan iets vast te haken. En dan is er plots een deskundige die een etiket op je plakt. Een etiket waarvan min of meer tussen de regels door aangegeven wordt dat het waarschijnlijk wel biochemisch of genetisch bepaald is. Wat meteen betekent dat je mislukking niet je eigen schuld is, want je kan er niks aan doen, het is een ziekte. En bovendien weet je eindelijk wie je bent, want je kan je met dat etiket identificeren. En dit is het dramatische, dat mensen hun, van niet mensen in het algemeen, maar dat toch een aantal mensen, en dat aantal groeit, hun etiket, hun identiteit halen uit dat etiket. Ik ben hoogsensitief, ik ben autistisch, ik ben dit, ik ben dat. Help. Help, als we daar onze identiteit moeten aan vastgaken. En het is een verontschuldiging tezelfdertijd. Dat is de belangrijkste grond van het succes bij mensen. Er zijn heel veel patiëntenorganisaties in die groepen die eigenlijk maar één agendapunt hebben. Bewijzen dat hun aandoening biologisch bepaald is. Mm-hmm. En dat ze dus echt ziek zijn en daar niks aan kunnen doen. Mm-hmm. Dat zegt zeer veel over onze maatschappij. Ja, je ziet zelfs een soort gemeenschappen ontstaan, zeker op het internet, van mensen die elkaar vinden naar aanleiding van hun etiket, als het ware. Dus het heeft ook nog een soort van verbindende kracht in zich. In je boek, aanhakend daarop, heb je het ook over de kritiek daarop. En de kritiek daarop die is natuurlijk al oud. Hè? Die werd in zekere zin ook al gegeven in de jaren 70 door de antipsychiatrie. Ja. En je noemt in je boek ook Voudraine en Wie is van Hout. Ja. En ik vroeg me af, want ook die waren niet, ook die zijn niet zonder kritiek gebleven, zeg maar. En jij hebt ook kritiek op die beweging. Ik vroeg me af, kun je vertellen waar die antipsychiatrie als het ware in zijn kritiek op dat gediagnosticeerde mensbeeld de mist in ging en waar we ze nog op ze kunnen inhaken? Ja. Het, eerst dan vooral het positieve, de antipsychiatrie, dus de jonge psychiaters die tot die groepen behoorden, die hebben eigenlijk duidelijk naar buiten gebracht dat de ziektebeelden, want toen redeneerde men nog in termen van ziektebeelden, uit die periode, dat die uitdrukkelijk te maken hadden met de toenmalige maatschappij. En dat dus een behandeling zich niet meer uitsluitend medisch, mocht uitgevoerd worden. Vergeet niet dat psychiatrische patiënten toen nog in bed lagen. Hè. Dan moeten we eventjes terugkeren in de tijd, in de jaren 70. Maar dat ze dus moesten behandeld worden vanuit een psychologische en voornamelijk ook het sociale. Dat is eigenlijk het startpunt geweest van het systeemdenken. Dus dat is het goede nieuws. Het minder goede nieuws is dat zeker bij de Anglo-Saxische psychiatrie de maatschappijkritiek binnen de kortste keren zodanig sterk benadrukt werd dat het therapeutische luik in het verdomhoekje kwam te staan. En je zal niemand helpen door hem of haar tot slachtoffer te verklaren.
En dat is wat zij gedaan hebben. Ze hebben dus de mensen die bij hen te raden kwamen, die op consultatie kwamen, hebben zij verklaard tot slachtoffer. En dan zijn ze samen met hun cliënten gaan protesteren tegen de maatschappij. En dat was ook wel nodig. Maar daarmee help je niet echt iemand die ondertussen al 10 jaar in de ellende zit. Voedrijnen was daarin een uitzondering. Voedrijnen pakte het aan en probeerde effectief met een soort voorloper van een combinatie tussen een systeemtherapeutische aanpak en een psychoanalytische ethiek, probeerde hij daadwerkelijk iets te doen. En dat lukte tot op zekere hoogte ook. Dus dat is dan, denk ik, het punt waar ze mislukt zijn als beweging. En dan toch een tweede opmerking. De mensen die toen bij hen te raden kwamen, waren een ander soort patiënt of een ander soort problemen dan de mensen die we vandaag zien. Hoor. Het was een andere maatschappij. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. En zie je jezelf in die traditie, die antipsychiatrische traditie? Want daarin ben je wel opgegroeid, als het ware. Ik ben ermee opgegroeid, maar dat was toch wel in mijn heel naïeve periode, hoor. Ik was nog juist in mijn studententijd of juist erna. Dus in die zin was ik daar toen minstens even naïef in als die groep, als dusdanig. Ik had dezelfde tijd ook het geluk dat ik dankzij een van de toenmalige hoogleraren in contact kwam met de Frankfurterschule. En daar kreeg je dan toch in die degelijke Duitse traditie een meer onderbouwde maatschappijkritiek. Maar ik was toen veel te jong om het verband te leggen tussen die Frankfurterschule en datgene wat toen bezig was. Terwijl dat ik dat verband nu wel zie. Hè. In het boek pleit je, dat heeft Marjan ook mooi gezegd, pleit je voor een samenleving waarin er eigenlijk ruimte is voor zowel autonomie als saamhorigheid. Ja. En ik weet van jou uit eerdere gesprekken, maar ook uit je boek, dat je wars bent van utopische vergezichten en al te moraliserende kritiek. Maar ik zou je toch willen vragen of je een beetje een tipje van de sluier kunt oplichten en kunt zeggen van hoe zou zo'n samenleving er dan uitzien die daarvoor ruimte biedt. Ik kan geen voorspellingen doen. Hè. Het is eigenlijk al, vind ik, heel erg moeilijk om te zien wat er nu bezig is. Laat staan om te weten wat er over 20 jaar zal gebeuren. Maar ik zie toch wel een aantal veranderingen die al een tijd bezig zijn. En die mij toch enig optimisme schenken. Ja. En als we het hebben over samenleving, dan moet je het ook letterlijk nemen. Hè. En dan moet je kijken naar de architectuur. Ik vind dat de architectuur is een zeer goede indicator voor de manier waarop een maatschappij haar samenleving organiseert. En de laatste trend in de architectuur zijn gebouwen waar het samenleven en het autonoom kunnen zijn in een nieuwe manier van verbinding geplaatst worden. Dat zijn de co-housing projecten. In Nederland ben ik daar minder mee bekend. Maar bij ons in Vlaanderen is dit meer en meer de nieuwe stijl. Waarbij het zij een bouwcoöperatie dit helemaal zelf uitwerkt. Het zij, en dat vind ik nog veel mooier, een groep mensen die zich samenzet en die met een architect een plan uitwerkt, waarbij er in een groot gebouw een aantal gedeelde ruimtes zijn, een collectief, en een aantal ruimtes die individueel zijn, het zij voor een individu, het zij voor een koppel. En ondertussen staan we ver genoeg om te zien dat dit vrij goed functioneert. En je zou dit kunnen een hedendaagse vorm van de communes noemen. De communes uit de jaren 70, maar dan ietsje meer eigentijdser. Met niet het idee van we gaan alles delen, dat werkt niet. Ook niet het idee van elk in zijn eigen flatje, dat werkt zeker niet. Maar die autonomie en die verbondenheid wordt daarin architecturaal uitgewerkt. Mm-hmm. En je hoort van mensen die erin leven, wonen en werken, dat ze daar nadrukkelijk de voorkeur aan geven in vergelijking met wat ze vroeger meegemaakt hebben. Dus als dat een nieuwe stijl wordt, dan ben ik daar vrij hoopvol in. En zou je nog kunnen vertellen over wat denk je dat de noodzakelijke ingrediënten zijn voor een samenleving om dat te kunnen faciliteren? We staan wat dat betreft voor
uitdaging die we nog niet meegemaakt hebben. Waarom niet? Omdat ze mondiaal is. Ik bedoel, we hebben al heel wat revoluties meegemaakt in de geschiedenis. En die revoluties zijn bij wijze van spreken altijd lokaal. Ook als het in Rusland is, of in Amerika of in Frankrijk. Dat zijn lokale revoluties. Het probleem, of de oorzaak, de grond van de problematiek waar wij nu mee te maken hebben, werd in 1943 al beschreven door Polanyi, Karl Polanyi, met een boek met als titel The Great Transformation. En met The Great Transformation bedoelde hij het volgende, dat er een omslagpunt gekomen is, waarbij de omslag het volgende inhoudt. Voordien stond economie en een aantal andere dingen ten dienste van de maatschappij. En na die transformatie was het plots anders. De maatschappij stond ten dienste van de economie. Dat is de maatschappij waarin wij nu mondiaal leven. De maatschappij staat ten dienste van de economie. We hadden een paar maanden terug een kans op een inflatie. Jullie ook, neem ik aan. Dat zal ook wel in de krant. Onze premier heeft de Belgen gevraagd van hun spaarcenten te investeren om de economie te redden. Moet daar eens even blijven bij stilstaan bij een dergelijke uitspraak. Een premier van een land die aan zijn burgers vraagt van investeren jullie spaarcenten om de economie te redden. Dat hebben we hier ook gehad, hè? Mark Rutte heeft dat ook wel eens gezegd. Ja. Dus zover staan we. Dus de grote uitdaging is dat we terug naar een samenleving moeten waar economie ten dienste van de maatschappij staat. En niet omgekeerd. Dat is een zaak van macht. Ik heb een boek geschreven over autoriteit en macht. Het is een zaak van macht. En ik weet niet hoe dat zal evolueren. Maar ik weet wel dat het er komt. Waarom? Een van de maatschappelijke gronden waar je kunt zien dat verandering er komt, goedschiks of kwaadschiks, is de toename van de ongelijkheid. Die ongelijkheid is de laatste 10, 15 jaar spectaculair aan het toenemen, ook hier in Nederland. Want wij denken altijd ongelijkheid als het zuiden. Nee, ook hier bij jullie, ook bij ons. En als het niet buigt, zal het barsten. Maar hoe dat zal lopen, weten we niet. Dat zal de voorwaarde zijn om het te kunnen realiseren. Dat lijkt me een mooi moment om over te schakelen naar vragen vanuit de zaal. Ik weet zeker dat die er zijn. Meneer met de paraplu. In hoeverre het onvoorwaardelijk basisinkomen in uw gedachten ook nog een rol speelt. Ja. Omdat dat toch een vrij breed gegeven is, ja. Wat op heel veel terreinen doorwerkt. Ja. En wij merken, ik ben daar zelf actief voorstander van, dus in die zin ideoloog en geen wetenschapper. Ja. Maar ik merk dat dat in de samenleving en bij de elite en ook bij het volk, ja, eigenlijk niet heel hard leeft, terwijl het toch iets zou zijn wat toch wel een aantal groepen erg zou moeten aanspreken. Ja, het leeft weinig, omdat het ook weinig bekendheid gekregen heeft, behalve binnen een kleinere groep. Mijn korte antwoord is het volgende. Ik ben daar ten volle voorstander van, als het op de juiste manier gebeurt. Mijn vrees is dat het ingevoerd zal worden om de economie draaiende te houden. Want we gaan, als deze evolutie doorgaat, zijn er straks nog minder arbeidsplaatsen. Gelukkig dat we de vergrijzing hebben, dat we arbeiders tekort komen. Maar straks gaan er nog minder arbeidersplaatsen zijn, want alles wordt overgenomen door het digitale en door ChatGPT straks. Maar er moet nog altijd geconsumeerd worden. Dus dan zal er een soort minimum basisinkomen uitgedeeld worden om mensen toch nog voldoende te laten consumeren. Dat zal niets veranderen. Als we gaan naar een reëel basisinkomen zonder voorwaarden, zoals het door de originele denkers naar voren geschoven is, dan zullen ze dat een enorme vrijheid geven. Dus daar ben ik er zeker voorstander van. Maar het is zo een item waar je heel veel verschillende richtingen mee uit kunt. En u zegt wel, ik bekijk het ideologisch. Je kan het ook wetenschappelijk bekijken. Er zijn heel veel studies over die eigenlijk tonen wanneer het wel werkt en wanneer het niet werkt. Ja.
mag ik daar nog iets over vragen, Paul? Want is dat niet, zou je niet zeggen dat dat een oplossing is die als het ware blijft binnen de parameters van het economische vertoog? Ja, nee. Als het geïnstalleerd wordt, nogmaals zoals het bedoeld geworden is door de originele bedenkers ervan, zal het ons in het algemeen een echte keuzevrijheid geven, een autonomie. En dat betekent dat we veel minder afhankelijk zijn van de schuldenlast die we nu dragen, van de verplichting om te werken. En dat betekent dat we meer tijd zullen hebben om na te denken over andere zaken. Dus dit zou een heel sterke verandering kunnen teweegbrengen, hoor. Dus morgens vissen, ja. 's avonds kiezen. Maar het kan natuurlijk ook zo gedacht worden dat het eigenlijk het economisch model, het bestaande model, versterkt. Maar dan zitten we in de slechtere versie van het basisinkomen. Ja. Nee, het moet flink hoog zijn. Ja. 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 Daar moeten de rijken die kloof aan betalen. Ja. 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 Maar het vraagt wel heel veel ook van elk individu. Om te gaan denken in termen van wat doe ik met mijn leven. Dat is. Ja, er zijn daar een aantal verrassende onderzoeksresultaten van die eigenlijk tonen dat mensen dat gebruiken voor heel zinnige dingen, hoor. Ja, onderwijs. Zullen we andere vragen? Ja, die meneer daar. In de hoek. Ja. Misschien moet een microfoon voor het online publiek. Ja. Afgelopen tijd. Je houdt het vast. Ja, het lijkt me heel, wat u zei over die doordenking van dat economische systeem en het aanpakken van de enorme ongelijkheid als onderdeel daarvan, dat het ook zou moeten leiden dan tot een grote verandering van dat economische systeem. Ja, want ik vrees eigenlijk dat het systeem wat we nu hebben, dat neoliberale systeem, dat eigenlijk zo krachtig is, zo machtig, dat het ook in staat is om te absorberen. Dat is eigenlijk wat u zelf ook net al zei, dat ze in staat zijn om gewenste veranderingen of al te grote ongelijkheid via brood en spelen en noem maar op, om dat goed te maken. Ik ben dus in die zin eigenlijk helemaal niet zo optimistisch. Ja. Want als je echt dat systeem wil veranderen, dan zullen er dus krachten nodig zijn die dat dus gaan doen. Ja. En die zie ik eigenlijk nog helemaal niet. De gele hersjes, klein beetje, zo zien we links en rechts wat, maar het is allemaal nog te petiterig. Ja, ik vrees dat ik u daarin gelijk moet geven. De eerste die dat recuperatievermogen beschreven heeft, waarbij dat economisch model eigenlijk alle revolutionaire krachten absorbeert. Dat is Herbert Marcuse geweest, de eendimensionele mens. Marianne Donner heeft er een prachtig boekje over geschreven bij Nieuw Licht. En dat is een reëel gevaar, hoor. Je ziet inderdaad dat alles wat eigenlijk tegen het systeem ingaat, opgeslokt wordt en opnieuw tot product gemaakt wordt. Nu, ik kijk naar de geschiedenis en als de ongelijkheid te groot wordt, dan denk je dat dat mechanisme niet meer langer zou werken. We hebben het nog niet gehad over de olifant in de kamer, de klimaatverandering. Die zal heel sterk daarmee in interactie treden. Ook met die economische ongelijkheid. En even terugkeren in de tijd, in de jaren 80 volgde ik een aantal colleges bij een collega hoogleraar, omdat die een vak gaf dat me enorm boeide. En dat ging over de historische migratiestromen. De volkingstromen, hoe dat geëvolueerd was. En we hadden toen de eerste vluchtelingen van Joegoslavië die begonnen te komen. En die man was in zijn vakgebied visionair. En hij beschreef wat er gebeurd was in de geschiedenis en wat er toen bezig was. En ik herinner mij nog zeer goed zijn woorden. Hij zei, we gaan ze niet tegenhouden. We gaan ze niet tegenhouden. En we gaan ze niet tegenhouden, hoor. Dan zijn we gerust. Dus dit gaat een enorme impact hebben ook. En dus op een bepaald moment gaat dat systeem toch kantelen. Maar de vraag is op welke manier. Ja. Dat is de vraag. Ja. En is een crisis daarvoor noodzakelijk? Zo'n suggestie doe je wel in het boek. In mijn ervaring, en dat is dan zowel therapeutisch als dan maatschappelijk, gebeuren veranderingen, ingrijpende veranderingen, altijd na een crisis.
Maar een crisis hoeft niet per definitie een bloederige revolutie te zijn. Hè? Mm-hmm. Dat kan. Ja. Mm. Meneer daar vooraan. Ik wou een thema naar voren brengen wat ik nog niet gehoord heb, maar wat denk ik een belangrijke factor vormt. En wat ik een beetje zie als een soort blinde vlek in de GGZ-sfeer, in de zorgsfeer, jeugdzorg. Dat is het intergenerationele trauma. Ja. Via familieopstellingen heb ik daar heel veel van gezien. En ben ik eigenlijk bewust geworden dat, denk ik, echt een enorm deel van de samenleving een bepaalde bagage in die sfeer met zich meedraagt. En ik zie dat ook een beetje als een soort verklaring voordat we eigenlijk collectief verslaafd zijn aan van alles en nog wat. Onder andere onze mobiele telefoon, maar ook natuurlijk alle klassieke verslavingen. Ik ben benieuwd hoe u daartegen aankijkt. En vooral ook dat het zo weinig onderkend wordt. En er op wordt aangehaakt als factor van allerlei problematiek. Ik haal het niet aan, omdat het voor mij zo vanzelfsprekend is. Ik bedoel, ik heb een klassieke psychoanalytische scholing gehad. Dus dan weet je al dat de mensen met wie dat je werkt, dat die het trauma van hun ouders en in veel gevallen van hun grootouders meebrengen. Als je het dan vertaalt naar het maatschappelijke, dan zie je dat ook, hoe dat daar de sociale klassen een rol in spelen. En hoe dat ook generationeel overgedragen wordt. Dus waarschijnlijk ontbreekt het, omdat het voor mij zo vanzelfsprekend is. Nee. Het is een beetje een gemakkelijk antwoord, maar als iedereen kijkt, ook naar andere, dus in andere disciplines, bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Ja. Maar dat is toch mij nog meer vergelijkbaar. Hè? De jeugdzorg werkt met kinderen van een generatie die op zich kinderen zijn van een andere generatie. Het is ook geen toeval dat wij spreken over derde generatie armen, vierde generatie armen. Dat wordt doorgegeven, hè. Ook in de genetica, nu de epigenetica, zit daar ook al volop mee bezig. Ja. Mevrouw in het groen, in de groene trui. Ja, dank u wel, want ik vind het echt een hele bijzondere bijeenkomst. En ook de inleiding van Marjan Donner was gewoon fantastisch. en u heb ik de vraag. Of u ook heeft nagedacht in dit boek en ook bespreekt dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat voor iedereen die cultuur hetzelfde werkt. Ik ben zelf een feministe en ik vind dat het nog steeds een patriarchale cultuur is. Ja. En er komt zo heel even iets ter sprake over seksualiteit in uw verhaal en onverschilligheid. Maar u weet net zo goed als ik dat nog eigenlijk het hele taboe van seksualiteit voor vrouwen, hè, hoe Freud nadacht over dat het infantiel was voor meisjes om clitorale seksualiteit te hebben. Ze moesten, een volwassen vrouw die moest gewoon vaginale seksualiteit. Allemaal die dingen die nog steeds, in ieder geval in Nederland, helemaal rond draaien en opzij die het feministisch weekblad, maandblad notabene cursussen moet gaan organiseren, omdat het gewoon nooit is opgelost, het patriarchaat, en ook niet, net als het kapitalisme of het neoliberalisme, niet afgeschaft wordt. Ja. Nou, mijn vraag nu is echt, hebt u het daarover? Of beschouwt u toch, maakt u een onderscheid tussen mannen en vrouwen en alle mogelijke Ik heb het daar zeker over. Maar u brengt nu wel heel veel thema's samen in één geheel, hoor. Eerst en vooral, onze maatschappij is inderdaad nog altijd patriarchaal. Maar ik zou het eigenlijk anders gaan noemen. Het is piramidaal. Want het typische voorbeeld is een grote onderneming, een multinational. Die zijn typisch command and control met een piramide. En gewoonlijk staan er daar een aantal alpha males bovenaan. En bij een aantal zeldzame bedrijven komt er dan toch een vrouwelijke CEO. En dan stelt men de vraag van, zal het bedrijf nu zachtere waarden hebben en meer, weet ik veel wat. Natuurlijk niet.
Waarom niet? Omdat die piramidale structuur er is. En ik bekijk het liever in die termen, in die organisatiestructuren, dan het patriarchale. Want anders gaan we de vergissing maken dat als we daar vrouwen gaan plaatsen, dat het opgelost is. Dat is niet zo. Het drama van het feminisme vandaag is eigenlijk het drama van alle emancipatiebewegingen van de jaren 60, 70. En die emancipatiebewegingen waren gericht op de emancipatie van groepen. De groep van de vrouwen, de groep van de kinderen, de groep van de arbeiders. Vandaag de dag spreken we over feminisme als één individuele vrouw door het glazen plafond breekt. Dat heeft niets te maken met feminisme. Niets. Dat heeft ten volle te maken met dat concurrentiemodel. Kijk, daar ben ik het heel mee eens. Het drama van de cultuur is dat vrouwen nog steeds geïdentificeerd worden cultureel met hun lichaam en mannen met de geest in de religies en weet ik wat allemaal. En dat vrouwen nog steeds geen regie hebben over die lichamelijkheid. Mevrouw, ik dus, zou u graag het is nog steeds niet opgelost. Ik zou u graag uitnodigen om met mijn assistenten tussen de 25 en de 35 te gaan praten. Die denken niet meer in die termen. Die hebben natuurlijk het grote voordeel dat ze hoog opgeleid zijn. Dat ze meestal blank of wit zijn, hoe dat je het ook wil heten. Maar die redeneren niet meer in die termen. Dat is iets van onze generatie. En dat is grotendeels weg. We hebben denk ik ruimte voor nog één vraag. En ik zie mevrouw daar zitten. Ja. Ja. Nou, in uw boek Afwijkingen en andere normaliteiten heeft u kritiek op het DSM. Ja. Boek. En een vraag van mij is, denkt u dat er nog een vervolg op komt? Op de DSM? En, ja, op de DSM, want het was eerst DSM 3, 4, volgens mij is het nu 5. Ja, zeker. Ja. En ik vraag me ook af, hoe kijken andere psychologen, psychiaters daar tegenaan? Weet u dat? Ik was een van de eerste in mijn, als bij wijze van intro op het onderwerp. Ik heb jarenlang ook de leerstoel psychodiagnostiek bekleed. Dus ik moest de psychiatrische diagnostiek onderwijzen. Ik heb vanaf het begin kritiek geformuleerd op de DSM. En toen werd altijd gezegd van ja, dat is weer de psychoanalyticus die niet akkoord gaat, omdat er geen Freudiaanse termen meer in voorkomen. Ik heb gezegd van nee, het is wetenschappelijk gezien onzin. Diagnostisch gezien hebben wij twee belangrijke criteria, de betrouwbaarheid en de validiteit. Voor alle twee hebben we mathematische parameters. De parameters bij de DSM zijn ondermaats, letterlijk ondermaats. Ze hebben de normen moeten verlagen of verhogen om het aanvaardbaar te maken. Dus wetenschappelijk gezien is dit onzin. Dit zie je ook in de praktijk als je iemand stuurt bij psychiater A, B en C en psycholoog D, E en F, dan is de kans zeer groot dat je drie verschillende diagnoses krijgt. Goed, dus dit is onzin. Is dat nu een kritiek alleen op het DSM? Nee, dit is een kritiek op de denkwijze rond psychiatrische en psychologische diagnostiek. Je kan dit systeem niet verbeteren. Het zal altijd een variant op hetzelfde zijn. Want de DSM is gemaakt met de beste bedoelingen om een antwoord te bieden op de mislukte psychiatrische diagnostiek van de jaren 60, 70. En nogmaals, die mensen hebben dat met hart en ziel proberen goed te doen en ze hebben een analoge draak gemaakt. En dit heeft te maken met het systeem. De stoornissen en de problemen waar wij mee te maken hebben, kun je niet op die manier vatten. Omdat men naar het individu gaat kijken en je moet naar het systeem gaan kijken. En ik vrees dat de psychiatrie en de psychologie de laatste takken in de wetenschap zullen zijn die die overstap zullen maken naar dynamische systemen. Dat zal niet snel gebeuren. Maar er komt zeker een vervolg, de DSM-6. Oké, nog één vraag dan. En dat was, die is voor mevrouw op de hoek hier. Ja, even terugdenken naar mijn vraag. Maar het heeft wel ook te maken met de verhouding in individu en systeem en daarmee autonomie. Want ik vroeg me af in hoeverre uw zeggen dat het alleen via een crisis kan veranderen, in hoeverre dat iets anders is als de oude marxistische verelendingstheorie. Hmm. En waar blijft welke functie kan onze autonomie daarin hebben?
Ja, om te beginnen ga ik er al van uit dat we eigenlijk niet over een volslagen autonomie beschikken. Dat betekent niet dat ik nu plots de overstap maak naar alleen maar collectiviteit, maar het is altijd die verbondenheid. Nu, ik ben niet zo goed thuis in het marxisme, dat moet ik er onmiddellijk aan toevoegen, dus ik moet opletten met mijn uitspraken daarover. Maar wat ik ervan af weet, zeker wat dit aspect betreft, lijkt mij deel uit te maken van een oudere opvatting, een ouder idee, wat je eigenlijk al kunt vinden bij de klassieke natuurfilosofen, bij de Grieken, dat verandering te maken heeft met crisis. Crisis is een Grieks woord, het klassiek Grieks. En dat zie je iedere keer bij verandering, bij transformatie. Zelfs in de biologie bij Aristoteles. En dat van Marx, denk ik, heeft hij daar gehaald en toegepast op het maatschappelijke. Dus je mag het niet omkeren. Het lijkt mij een generiek begrip te zijn. Ja, het probleem is natuurlijk toch nog altijd de verhouding kapitaal en arbeid. Alleen is het niet meer de arbeider aan zich, maar is het veel breder. Ja, het is een zaak van macht geworden, hè? Dat is zeker juist. Ja. Was het altijd al? Ja, het nieuwe is dat het mondiaal is. Ja. En dat maakt toch wel een verschil. Ja. En is er nog hoop dat we ons aan de haren uit het moeras kunnen trekken? Ik heb die vraag wel vaker gekregen, maar niet altijd in dergelijke literaire bewoordingen. Kijk, eerst het gemakkelijke antwoord, ik weet het niet. Maar ik kan ook uitleggen waarom ik het niet weet. Als je weer de geschiedenis op langere perspectief bekijkt, dan zie je die golfbewegingen. En dan zou ik zeggen dat wij nu ons in een tijd van verandering bevinden en dat we aan het evolueren zijn naar een maatschappij waar er minder ongelijkheid zal zijn en meer gelijkheid. Dus dat is het goede nieuws. Alleen weet ik niet op welke manier dat zal gebeuren, wat dat op een democratisch politieke manier gebeurt of via een of andere wereldbrand. Maar dat zit in de lijn van de verwachtingen. Ja. Maar waarom kan ik het niet voorspellen? Omwille van de klimaatverandering. Dit is nieuw, dit hebben we nog nooit meegemaakt. En wat dit de komende 10 jaar zal veroorzaken, niemand die het weet hoor. En dit gaat er tussendoor fietsen. Hè. Tussendoor fietsen is een understatement. Het zou wel eens kunnen gebeuren dat we straks met andere problemen geconfronteerd worden. En dan komen we bij een klassieke volkswijsheid. Hoe los je een probleem op? Door er een groter probleem bovenop te gooien. Een nog groter probleem. Paul, ik wil je bedanken voor je mooie antwoorden en voor je schitterende boek. Dank je wel.